Nou, goedemiddag allemaal. Ik ga iets vertellen van onze groep over text mining, hoe we dat toe willen passen in de GGZ. Dit is onze storyboard. En ik loop met jullie langs de 6 scènes. Scène 1 is, het is eigenlijk het gesprek in de behandelkamer. En er is niet per se veel twijfel, zeg maar, bij de zorgverlener van is het wel of niet goed. Het gaat ons erom eigenlijk dat je het in een grotere context ziet. Dus het gesprek en de behandeling en de behandelmethode, behandelplan is allemaal prima. Iemand is daar goed voor opgeleid, gekwalificeerd, noem maar op. Maar in heel veel gevallen wordt dat wat in het gesprek gebeurt eigenlijk niet geplaatst ten opzichte van hoe het in andere behandelkamers bij andere patiënten en bij andere behandelaren gaat. En dat willen wij iets gaan voorstellen om dat wel toe te passen. Dus dat zou de diagnose en behandeling et cetera kunnen verbeteren. Maar wat we vooral ook belangrijk vinden is dat het gesprek met de omgeving, zij het andere behandelaren, zij het de patiënt, dat daarmee eigenlijk wordt geholpen om dat een boost te geven. Nou, wat is dan ons voorstel? Scène 2, om een platform te maken wat je aansluit op het EPD of op de verschillende EPD's. Waarbij je zeg maar alle tekst die is geschreven in dat EPD, hè, we hebben een uitstapje gemaakt, nogal zou je ook videobeelden en voice enzovoort allemaal kunnen integreren om nog beter informatie te hebben, hè, om nog meer big data te hebben om te komen tot uitkomsten. Maar om al die tekst die daar is in die EPD zit, om die toe te passen. Dus alle 10.000 patiënten die ook gezien zijn, al die teksten worden betrokken bij het behandelen van die ene patiënt, van die NS1. Hè, en dan maak je platform voor wat maximaal integreert met EPD. Hè, want je kan wel piloten met een los platformtje om het uit te proberen, maar vervolgens, als het niet integreert, dan zijn de hobbels heel groot. En dat platform zouden we dan een beetje als pitch idee zouden willen aanbieden aan alle GGZ'en in Nederland om te zeggen, sluit het aan op je EPD, ga dit gebruiken om je zorg beter te maken. Dus dat is ons idee, zet dat in. Nou, hoe pas je dat dan toe? Als die data worden betrokken, dan heb je dus de data van die ene patiënt, die wordt geplaatst in een grotere context. Dus net zoals we eerder in de presentatie zagen, komen er dan allerlei grafiekjes omhoog. Dat kan een demografische analyse zijn, in welke wijk woont u, is dan een hoog of laag sociaal-economische status. We hadden het eerder vandaag over het weer, hè? Wat voor seizoen is het, heeft dat een invloed? Wat is uw opleiding, rookt u, heeft u wel of geen kinderen? Nou, je kan allerlei variabelen, er zijn enorm veel, kun je hierop toepassen, maar de grootste waarschijnlijkheden, die trekt het platform vanuit die tekstanalyse tot verschillende mogelijkheden, of misschien beter gezegd waarschijnlijkheden. En dat leidt tot een de uitkomsten, de genomen besluiten zeg maar, in de eerdere behandeltrajecten van die 10.000 andere patiënten worden hierbij betrokken. In andere gevallen met een aantal van deze variabelen, en dan moet je dan samen kleur aangeven met je patiënt, leiden tot deze behandelmethode. En er valt iets te kiezen. En dus we willen hem als een maximale support inzetten voor shared decision making. Een beetje à la Amazon, andere patiënten deden dit. Maar dat is wat minder vrijblijvend zeg maar, dan een product kopen natuurlijk. Maar het is wel die spiegelfunctie die geeft iets extra's in het gesprek. Want anders, dat is terug naar de probleemstelling, is het eigenlijk die behandelaar weet wat hij doet. Die heeft het beste interest van de patiënt at heart. Maar de patiënt weet niet waarom die behandelaar dat doet. Hier maak je echt veel transparanter van waarom doe ik wat ik doe, wat deden anderen, wat deden andere patiënten, wat deden andere behandelaren, hoe waren andere situaties. Zodat je daar een dialoog over kan voeren en dat leidt tot verschillende behandelmethoden waar je gezamenlijk dan uit kan kiezen. En als je daaruit kan kiezen, dat is eigenlijk onze oplossing, onze blije patiëntplaatje, is dat die dialoog daar beter gevoerd wordt. Dat er inderdaad een gesprek van twee kanten is, dat die informatiebalans zeg maar, meer in evenwicht is om te kiezen. Wat is er aan de hand? Wat vind ik ervan? Wat doen anderen? En hoe komen we dan samen tot de volgende stap? En allemaal vanuit ons product, platform, tekstanalyse. Dat was het.